Maar sinds we bent hier gebleven dat we jood eigenlijk de eerste schep in de grond, in dit geval met de graafmachine, de modder op graven kennen voor de bouw van een huis hier. In 2009 stien er 26 hierwenten om de bosklonen en de slotstritten in Droegeham leeg. De sloop liet lang op een wachtje. Lie goed binnen nou de eerste stappen zet voor de nijbouw. Want er wie reden genoeg voor Stichting Wenningbouw Achtkarspelen om te bouwen. Op een gegeven moment moet er een keuze maken worden. En dat doet SWA natuurlijk. Die zei van ze bent oud, maar te volle ongebeuren. Wie willen nee, hoe is het haar? Levensloopbestendig, hè? 0-2 woningen, 6 we willen 7. En dat wie een reden voor SWA om te zeggen van wie slopen het en wie gaan er nee bouwen. En dan ben ik tien blij dat we de mijnwanders kennen hier. De binnenwenningen voor starters en wenningen dat je oud willen kennen. Er is lang hoe de plan praat, maar uiteindelijk mocht het baten. De kinderen zelfs meer wenningen bouwd worden dan eerst tocht. Ik ben begonnen ook in 2009 en toen stonden ze nog net alle jaren leeg. Dus wij wachten dan echt tot de mensen een plak voen gaan en dan kunnen we pas met de sloop beginnen. Toen gaan we plannen maken en in de tijd dat we die plannen maken, toen gingen we van krimp naar bouwen, bouwen, bouwen. Dus toen hadden we van, werden we eerst gepland om 18 wenningen te bouwen, hadden we er nog een jochentje erbij bouwen, kind. En daar ben we heel blij om. Dus een extra wenning had het opleveren. Het had wat langer worden. Ja, dat is zo. Arnold Jellema vertelt wat voor wensen wij verwachten kinderen. En wanneer de huizen bewenbaar binnen. Er komt een viervoeringen kapper, die hier achter mij bouwt, onder een slotstritten komt. En onder lange zijde, onder bosklonen, bouwen wij zo'n 200 kapwennings. Dat zijn al je levensloopwenningen. En dus dan heb je de slipkamer en de badkamer op de benedenverdieping. En op de achterste zijde zijn al je gezinswenningen. Dus er zijn wenigens met drie slipkamers weer een gezinsje in kan. Wij hopen aan het eind van dit jaar een heel eind te wijzen met het plan. In de planning leidt ik dat de wenigens dan aansluiten worden. Dus dat alles mee zit, zullen we eind december Safir wijzen kennen.